Alle duiven op de dam, schalalali, schalalala. Ja, die weten hoe het kwam, schalalali, schalalala. Ja, we staan hier tussen een heel veel duiven van de gevleugelde vriendin, PV Gevleugelvlug. Waar staat dat voor? Dat staat voor? PV, Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden te Winterswijk. Oké, okay. En jij bent? Ik ben interimvoorzitter. Wim Wieskamp. Ja, ik ben Wim Wieskamp, ja. Wim, dit zijn allemaal postduiven? Dat zijn allemaal postduiven. En je hebt een hele mooie postduiven tussen zitten en minder mooie, maar de hoofdzaak bij ons is het vliegen. Een minder mooie duif kan net zo goed vliegen als een mooie duif. Ja, neem ik dus ook aan. Ja. Het gaat gewoon om de wil van de duif en of die de oriëntatievermogen goed is. En dan moet hij naar huis heen. Ja, ja. En wie het snelst is, heeft de eerste prijs. En die hebben ook de VG-prijs. Maar vliegen doen jullie in deze tijd niet? Nee. Met de duiven? Tot eind september, zeg maar. En dan stoppen. En dan hebben we winterstop tot 1 april, zeg maar. Oké. Okay. En in deze periode houden jullie een tentoonstelling of ja. een... Tentoonstelling voor de gezelligheid, daar komen alle mensen bij elkaar. Hier zijn ook verschillende mensen uit Dinxperlo, uit Aalten, uit Lichtenvoort, die komen nog hier. Ja, ja. En dan wordt een verloting gehouden, er worden duiven verkocht, aan de man gebracht. En dat geld wat dan overblijft, dat gaat in de kas van de duivenvereniging. Ja, ja. En er is ook een winnaar uitgekomen? Winnaar? Ja. De winnaar van het viertal, we hebben een viertal, dus het beste mannetje, het beste vrouwtje, het beste jonge mannetje en jonge vrouwtje. Dus samen zijn er vier. En de meeste punten heeft Bert Ros gehaald van onze zustervereniging. Uit? Uit Winterswijk. We hebben twee verenigingen in Winterswijk. Ja, ja. En die nodigen we elk jaar uit. Dan mogen ze bij ons komen. Hoeft niet, maar mag. Ja, en die hebben gewonnen dit jaar. Maar is een concurrerende vereniging dus? Ja, maar dit is, zo zie ik dat niet. Oké. Okay. Ja, is wel zo. Ja. U heeft gelijk. Ja. Maar ik vind, mijn hobby. Ja. En nou daar iemand wint van mij, dan heb ik het niet goed gedaan. Nee. Ja, nou, hoeveel duiven hebben jullie hier nu in deze tentoonstelling? Ruim 100. Ruim 100. Nu kijken jullie naar de schoonheid van de duif. Ja. Ik kan niet zien of een duif of die nou geweldig kan vliegen. Dat nee. kan ik niet zien. Nee. Jij wel? Ik niet. Ook niet? Ik denk niet maar. Wat mensen doen zich zo voor, ik heb verstand van duiven. Ja. Maar dat klopt hij niet. Maar dan zouden die mensen maar heel weinig duiven hebben om goed te vliegen. Ja. En die mensen die dat meestal vertellen, die hebben heel veel duiven, zeggen dat klopt niet. Nee. Is het alleen vandaag dat jullie deze tentoonstelling ja, hebben? Nee, ja, gisteren ook. Gisteren ook. Ja. En blijven de duiven hier dan vannacht? Die blijven hier overnacht. Ja, ja. Moeten die niet heel zwaar bewaakt worden? Want ik hoor wel eens dat Japanners €20.000 voor een duif betalen. Ja, dat gebeurt, maar dat ja. zijn uitzonderingen. Ja, die heb je er hier niet tussen? Nee. Nee? 10.000? Dat zou kunnen, ook niet. 5.000? Ook niet. Je hebt een gemiddelde prijs van een duif die goed vliegt. Ligt tussen de 100 en €400. Oh, dus maar er zijn er maar weinig. Als je een hok van 100 duiven hebt, als je 5 goede duiven hebt, dan heb je het goed gedaan. En ja. de anderen zijn middelmatig of minder goede. Ja, ja. Maar zelf nooit zo'n mazzel gehad dat je zo'n geweldige duif in je stal had? Nee. Nee? Nee. Wordt het toch een keer tijd, Wim? Ja, dat is zeker wel tijd, want ik ben 73 bijna. Ja, ja. Ik denk niet echt in bereid. Nee. Ja, niet dat ik pessimistisch ben, maar ik ben niet fanatiek genoeg. Nee. Je moet heel gedreven zijn. Dus een sportmensen die heel gedreven zijn, die bereiken wat. Ben je niet gedreven, kom je ook niet ver. Ik hou ze echt van de lol. Nou gaan jullie dus zeg maar, in april gaan jullie weer met de duiven naar buiten. Dan laat je ze weer vliegen. Ja. Dan gaan ze met vrachtauto's naar Zuid-Frankrijk en ja. dan in de hoop dat ze weer terugkomen. Juist. Ja, ja. Heb je duiven gemist in al die jaren? Ook wel. Ja? Ja. Je wordt ook duiven kwijt, dat kan door het weertype komen. Ja. Het kan komen dus dat de duiven niet 100% in orde zijn. Als een duif ziek is, dan hou ik hem thuis. Ja. Maar als hij net ietsje ziek wordt, net een klein griepje, ja? ik geef maar een voorbeeld, waar het niet ziek. En dan ga ik hem meedoen en dan komt hij op de vlucht. En als het een beetje een zware vlucht was, dan kan zijn dat je hem verliest. Ja, dat ja. hoeft niet. Oké. Okay. Maar goed, als je dan een duif hebt van 20 mil of een van €100, dat is toch wel verschil in schadepostje. Natuurlijk. Dat ja. dacht ik ook ja. wel. Ja. Maar als ik een van 20 mil zou hebben, die ging niet meer mee. Nee, oh, die laat je niet meer vliegen. Die ging ik van kreeg. Nee, oké. Okay. En dan zie ik ze vliegen en ik wil ze niet zien. Mooie hobby. Heel mooi. Ja, met hele mooie beesten. Ja. Ik wens je nog heel veel succes, vooral. Ik dank u. En heel veel plezier. Dank u. En maak er een gezellige dag van. Op het plein, shalalali, shalalala. Omdat we zo gelukkig zijn, shalalali, shalalala. Shalalali, shalalala. Shalalali, shalalala.